mensen van de Sint-Pero. En ik ben eindelijk weer terug. En met niet zomaar een game. Met Minecraft. Jawel, mensen. Mijn computer is gefixt. En omdat die is gefixt, doet hij het nu opeens veel, veel beter. Dus nu... Oh, ja. Misschien is het een beetje... Dus nu kan ik wel spelen. Ja, het komt al door al die dieren. Maar daarom wou ik heel graag... Wacht even, misschien kan ik deze dieren uitzetten. Ja, want ik heb... Nu hiermee heb ik nog maar... Weet je, wat valt eigenlijk wel mee? Laat maar over dat dieren gaan doen. Maar wat ik wel weer wou doen... Ik dacht dat een heleboel van jullie de rollercoaster-serie wel leuk vonden. En dan ga ik ook terugbrengen. Ik ga weer een rollercoaster maken. Ik ga een soort parkje maken. Maar ik ga niet allemaal uitgebreide dingen bouwen. Nee, gewoon alleen rollercoasters. Kleine dingetjes. Gewoon, dat vond ik altijd al leuk. Dat wou ik altijd al eens doen. Ik zat te denken... aan een... gewoon een rollercoaster. Ja. Met wat bomen. Dat lijkt me wel eventjes zo. En ja, even wat rails pakken. Boutrail. Normale rail. Minecarts. Dus ja, laten we beginnen. Oh, ik zeg echt altijd, ja, laten we maar beginnen. Een beetje hetzelfde idee nemen we hier. Wacht even, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nee, dat hoort niet, dus dat doen we zo en zo, zo, zo. Misschien lengt hij een beetje. Misschien is voor jullie het scherm een beetje donker. Ik weet ook niet. Ik heb het getest. En voor mij was hij een beetje donker. Ik weet niet of dat ook op YouTube is. Maar ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden dat ik Minecraft doe. Huppakee, 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 huppakee. Vloer inzetten. Deze keer ga ik niet helemaal muren bouwen. Want eerlijk gezegd vond ik dat niet zo heel mooi. Nee, ik ga meer voor... ook een leuk vijvertje. Hé, ik mag toch ook wel een vijvertje hebben? Is ook gewoon leuk. Bloemen. Dit is goed. Oké, dat doen we zo meteen wel. Zo. Ik denk dat dit veel meer opener uitziet. Nou gaan we ook nog. Ik wil graag een rollercoaster maken die door de boom heen gaat. Maar nu mag dit wel even weg en dat ook. Boom. Bone meal. Wow. Mooie jungleboom. Ja, dit begint echt mooi te worden. Ik denk dat we maar ook op de hoeken gaan doen. Ah man, voelt echt goed om weer terug te zijn. Weer lekker games spelen. Of zullen we die hoekjes open houden? Of dicht houden. Zo. Of zo. Ik vind deze iets leuker. Laten we dubbel hoog doen. Waarom niet? Voelt ook wat veiliger. Weet je wat? Laten we daarop nog een rij doen. Nu krijg ik echt wat ideeën. Boop, 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 boop.
En dan... dat hout. Een ringetje van donker. Ik wil het een beetje een jungle gevoel hebben. En ik denk dat het dat ook gaat krijgen. En dan wil ik de rest van het dak wil ik allemaal birchwood maken. Dat lijkt me wel leuk. Oh ja, voor degene die niet wisten speelde je vroeger dan Minecraft? Ik zal eventjes, als ik het herinner, link in de descriptie doen. Maar als ik dat vergeet, dan kunnen jullie aan het begin van mijn kanaal, de eerste paar video's. Nou, zo staat hij wel ongeveer. Volgens mij is het zelfs de tweede video die ik ooit heb geüpload. Load. Ik kan blijkbaar niet op fences doen. Dus laat het maar eventjes zo doen. Laten we ook wat licht aan de buitenkant doen. Dit ziet er toch veel beter uit dan dat andere huisje. Ik heb wel geleerd in de laatste tijd. Wacht. Beter idee. Dat zien jullie wel. Hup. Kijk, dan heeft het wat meer diepte. Wat meer gedetailleerd. Oh, verkeerde muisknop. Ik ben het echt niet meer gewend. Oh ja, binnenkort komt er weer een nieuwe serie. Gewoon een nieuwe serie. Laten we weer een Q-line maken. Zoals we dat noemen in het Engels dan. Laten we dat met een andere kleur fence doen. Fence, ik denk dat acacia wel een leuke kleur daarvoor is. Zo. Oké. En dan gaan we nog één keer. Zo. Dan gaan we weer zo. En dan doen we birchwood, denk ik. Ja, dit is echt een heel goed jungle gevoel, denken jullie niet? Zo ja. Huppakee, torch weg, gras weg. Wat birchwood planks. Huppakee. Nou zeg, kijk dan. Oké, we hebben dat gedaan. Laten we nu beginnen aan de rollercoaster zelf. Zullen we eerst zo'n blokje doen? Of zullen we eerder fans doen? Ik denk dat fans wat leuker eruit ziet. Hop. Dit kunnen we gewoon zo open laten. Kunnen deze toortjes weg. Heeft ook iets meer donker. En dan... Kijk, wat ik wou doen is zo. 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 En zo. En dan pakken we een fence gate. Zoals je altijd in de echte pretparken ziet.
Alleen nu kan je ze niet echt aan elkaar vastmaken, de minecarts. Laten we maar gewoon alleen maar één poortje doen. En dan staat hier zo'n gast zo van, ja, moet je dat betalen? En dan kan hij het zo open doen. En dan kan iemand erdoor en dan doet hij hem weer dicht. En dan gaat hij zo. Snappen jullie? Ik denk niet dat jullie snappen. Hoe gaan we beginnen? Zo. Wacht. Waarom heb ik dat niet eerder gebruikt? Zo. En dan buton. Huppakee. Minecart hierop. Wacht even hoor, dan moet dit normaal zijn. En dan kan iemand zo hierin en dan wup. En dan kan hij zo. Wii! Dan kan hij verder gaan. Wacht. We moeten dit een stukje naar voren doen. Dus deze moet zo, zo. Zo. Deze zo. En dan moet deze zo. Want de minecart moet hierop. En dan moet hij zo hier naar beneden rijden. En dan heeft hij nog steeds goed beeld. Want als je zo gaat. En dan. Wacht, is dat gefixt. Normaal zit je dan echt helemaal onder in de minecart. Maar ja, dan moet ik het weer helemaal terug veranderen. Even kijken. Vandaag is ook echt alles gefixt, hè. Mijn computer. Dat is ding in de minecart. Toch wel fijn. Oké, laten we het even. Oh, wacht. Tortjes. Moet hier nog eentje in het midden. Dat kan net in het midden, gelukkig. En hier moeten ook nog wel wat torches. Oké, zeker te weten zo. Een paar op het begin. Dan elke keer op een punt. En zo is dat wel. Ongeveer, toch? Nou, dat is toch wel heel erg goed hoor. Misschien wordt dit een van de mooiere attracties die ik ooit heb gebouwd. Ik weet niet. Ik had even iets in mijn keel. Nee, dat hoefde ik nou ook niet te zeggen. Nou ja, nu heb ik dat gezegd. Laten we naar boven bouwen. Hoeft niet aan. Laten we maar eerst even de vorm maken. Oké, twee naar voren, zo. Misschien is dat nog steeds een beetje scherp. Scherp gezien. Ha. Was dat nou? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nee, nu is het pas 4. Ik dacht al. Eigenlijk mag dat wel zo. En dan wou ik hier niet naar beneden gaan. Zoals ik altijd doe, ga ik een bochtje en dan ga ik weer omhoog. Oeh, wacht. Dan wil ik tot en met blokje waarbij die als eerste is omhoog gegaan.
Ja, dus dit blokje en zo. Dus tot en met hier. Ja. Zo. 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 En dan gaan we nog zo'n bocht maken. Hoe ging die ook alweer? Hup. Eentje zo opzij. Dan eentje omhoog. Dan drie opzij. Nee. Hier heb ik er maar drie gedaan en hier vier. Wacht. Dit is te fixen. Gefixt. Nou, dat was een simpele fix. Oké, letterlijk maar drie. Dan omhoog. En twee. Nee. Zo. En dan gaan we weer twee opzij. Ho. En achteren. Boom. Wat? Ah! Ik had het nou serieus gedaan. Wat, waarom kopieer ik het niet gewoon zo? 1, 2, 3. Hup. Hup, hup, hup. Ik wil niet zo'n grote bocht maken. Kijk, wat ik wil doen is dat ik zo hierboven ben. Dat ik dan tik, 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 tik. En dan zo. Poof, en dan wordt hier zo opgetrokken. En dan wou ik hier zo weer omhoog. En dan wou ik zo naar beneden en dan een bocht en zo, bla bla bla. Later ga ik ook nog van die steuningen doen, eronder. Ik wil niet zo'n grote bocht. Volgens mij is dat net dat blokje op die rij. Nou ja, zo moet het dan maar. En dan. Zo. En dan gaat hij net zo optrekken. Ziet dat er goed uit? Wacht even. Want nu lijkt het gewoon alsof die. En bij rollercoasters is het altijd zo. Zo'n bochtje naar beneden. Nou gaan we zo. En dan pas gaan we recht naar beneden. Dat ziet er goed uit. Yep. En dan. Nog wat. Laten we hier in het midden. Hopelijk raakt het niks van de baan. Nog een jungleboom doen. Die raakt niks van de baan. Net. Oh, net wel. Laten we dan door de jungleboom gaan. Dat is cool. Toch? Dan moeten we dit ook hier weghalen, anders hangt het daar gewoon. Oh. Ja, dat ziet er goed uit.
Maar wat ik altijd deed, daar stopte ik echt niet. Misschien. Ik kan dat verstoppen. Jullie denken misschien van, Liam, waar heb je het over? En waarom doe je dirt in een boom? Dan kan dit nog meer groeien en dan lijkt het net alsof die super lang is. Boom! Kijk, het ziet er toch veel beter uit. Dat is nou nog een klein trucje. Misschien ziet hij nu een beetje te groot uit, maar hey. Zo groot zijn bomen ook echt in het echt. In deze episode zijn we bezig alleen met de frame hiervan. En later gaan we dan de track doen, de volgende episode waarschijnlijk. Ben je scherper op bocht? Wat gebeurt er? Het is maar dat ik die sapling zag, hoor. Wat? Nou ja, dan gaan die leaves maar weg. Wou je toch nooit. Nee. Ze verstoppen wel alle dirt. En anders lijkt het gewoon op één enorme toren. Kan ook. Dan moet ik die dirt even weghalen en vervangen met stammen. Haal toch de boom niet weg. Zoals ik zei, wou ik hier nog een keer omhoog gaan. Ik kan niet echt van. Ja, ik zei wel dat ik zo ging. Maar ik wil ook nog. Ik wil iets compacter hebben. Normaal ga ik altijd heel erg breed en lang. Nu wil ik het iets compacter. Ik wil alsnog dat het even lang is, maar dat het korter lijkt en veel wilder lijkt. Dat altijd als je één lange baan hebt van een rollercoaster, zo van keukentrekker, looping, keukentrekker, berg, klein bergje, dan lijkt het gewoon meh. Maar als alles helemaal in elkaar zit, kijk, ziet er al gelijk veel wilder uit. En dit is nog maar een klein stukje van. Ik wil ook nog zo'n spiraal naar beneden doen. En dan nog een klein bergje. En dan gaan we zo onder de berg door. En dan eindigen we daar. Dat is een kleintje. Maar rollercoasters zijn altijd heel erg leuk. Laten we nog een beetje omhoog gaan. Oké. En nu gaan we de cirkels naar beneden doen. Of niet? Wacht eens even. Heb ik niet iets op YouTube gezien? Ik zag een coole jump, dacht ik. In mijn rollercoaster. Dat is maar iets kleins. En dit is zowat het enige van de track dat ik ga bouwen. En dan kan je een 7 jump maken. Echt heel erg raar. Maar het kan. Laten we gewoon lekker een jump gaan maken. Het kost heel erg weinig tijd. Laten we nog eens die jump doen. Even kijken waar die landt. En laten we dan niet die spiraal doen. Nee, dat doen we op een andere keer wel. Die boom mag weg. Laten we nu eventjes alles weg doen. Ik heb nog meer nodig hiervan. Slime. Oké.
Hoe ging dit ook alweer? Oh ja. Oeh ja, ja, ja. Soul. Sand. En ja, soul sand heb ik nodig hiervoor. Laten we dit nog eventjes activeren. Dat kan ik zo kopiëren. Oké. En dan doen we hier zo'n normale rail. Eén, twee, drie, vier, vijf. 6, 7, 8. En dan. Zo. Boom. Boom. Misschien iets lager. Weet je wat, laten we het gewoon even zo proberen. Ik vertrouw dit niet echt. Ik doe hem even eens eentje verder. Als dit niet werkt, dan zoek ik het nog wel ergens op YouTube. En dan kijk ik of ik het nog wel kan maken. Hier zou die als het goed is moeten landen. Minecart. Het werkte niet. Ik weet dat twee ticks was voor de controller versie voor Minecraft. Maar laten we het even proberen. Kom op, ga naar voren. Er moet er eentje dichterbij. Dit is de laatste poging hoor. Misschien duurt deze aflevering een beetje lang. Maar hey, jullie hebben heel lang een video niet meer gehad. Dus ja. Weet je wat? Huppakee. Laten we het zomaar eens proberen. Gaat waarschijnlijk nog steeds niet werken, PS. Boing! Ja, dat dacht ik al. Oh! 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 Dat was interessant. Kijk dan. Omdat hij dit activeert, gaat dit omhoog. Maar dan doet hij dit omhoog. Omdat hij voor een seconde omhoog staat. En deze als een ramp. Gaat zo boing. En dan komt hij daarop. Laten we dat nog eens een keer proberen. Kijk. Wat? Is dat lag of zo? Oh nee, want. Laten we eventjes. Dit is cool. Misschien werkt hij nu, want ik had eerst geen detector rail. Nee? Waarschijnlijk was dat omdat die hier zo stond. Wacht even hoor. Oké. Sorry, ik moest gaan eten. Maar ja, laten we maar dat jump ding. Laten we dat maar gewoon echt helemaal weghalen. Gary. Nee. Ik hoef het niet per se. Hup. Weet je wat?
Zit hij nu eigenlijk wel op te nemen? Ik hoop van wel. Wat zou ik zeggen? Zullen we de frame afmaken of zullen we hem hier zo eindigen? Weet je wat? Laten we het hier maar eventjes gaan eindigen. Ik was sowieso toch van plan om zo meteen nog een video hierna te maken. De nieuwe series. Waar je misschien al eerder hebt gemerkt dat ik dat eerder deze aflevering heb gezegd. Maar dit is dan het einde van de video. Als jullie leuk vonden, als het zo is, laat even een duimpje. Als ik vind niet, kom toch laat. Vergeet vooral niet om te subscriben op mijn kanaal voor meer van deze video's. En ik zie jullie in de volgende video. Bye!